Wat ben je aan het doen? Wow! Nou jongens, dit is echt een grap gewoon volgens mij. Een hele goede morgen en leuk jullie kijken naar een nieuwe video. En in deze video ben ik gelijk eventjes dingen gaan testen. Want ik film deze vlog in 4K in 25 frames per seconde. En ik wil dat gewoon een beetje testen. Het ziet er iets anders uit. Het lijkt, ja, zeg maar, met 60 frames per seconde dan lijkt alles sneller. En nu lijkt het soort van meer smoother, zeg maar. En ik dacht, ik ga het gewoon proberen. Het is leuk om in 4K te vloggen. En volgens mij is dit gewoon prima zo. Dus we gaan het gewoon proberen. Goedemorgen, jongen. Ik wil niet in de vlog. Wil jij niet in de vlog? Voel je niet zo lekker, jongen? Ik ga zo eventjes editen, maar vanmiddag, nou ja, vanmiddag, straks om 4 uur, heb ik samen met Nick een soort van event van Coca-Cola, een kerstevent. En we krijgen ook een kookworkshop en er is een chef bij en zo, dus ik ben benieuwd wat het allemaal gaat zijn. Wat een weertje vandaag, hé. Potjandori. Een vol zonnetje vandaag. En dan weten jullie, dan ben ik... Klopt, dan ben ik blij. Ik ben nu aan het editen, hè, maar ik zit nu opeens te denken. Kijk, als ik straks in januari dagelijks ga vloggen, dan is zo'n dag als vandaag echt lastig. Want ik ben bijvoorbeeld tot en met 4 uur ben ik gewoon aan het editen. En dan vanaf 4 uur heb ik pas iets leuks wat ik echt ga filmen. En dat zijn dingetjes waar ik dus nu al een beetje me op kan voorbereiden, gelukkig. En ook wel een beetje over na kan denken. Maar wat ik vorige keer ook al zei, ik heb nog steeds zoveel zin om gewoon dagelijks te gaan vloggen en gewoon... Ja, om gewoon te kijken wat jullie ervan gaan vinden, of jullie het leuk vinden en zo. Dus ja, jongens. Yo, hey, ik heb trouwens even een vraagje, want zijn jullie al geabonneerd? Nee? Oké, nou dan moet je dat nu doen. Want als ik 200k abonnees heb, dan ga ik iets fantastisch leuks weggeven. En dat wil je. Dat wil je gewoon. Ik had jullie laatst mijn diffuser laten zien. Zeg maar die wat achter op mijn auto komt. Maar ik heb dus ook nog een frontsplitter besteld. Dat komt dus voor mijn auto. Alleen ik heb dus het bedrijf gebeld waar ik het bij heb besteld. En zij zeggen dat het hele pakket, de hele frontsplitter, is kwijtgeraakt bij de pakketbezorgdienst. Dus ja, ik ga zomaar weer even bellen. Maar het is echt irritant. Want ik was zondag wil ik dus mijn wrapper af gaan halen. En dan ook die diffuser erop zetten. En dan wilde ik ook de frontsplitter doen. Alleen mijn pakket is er nog steeds niet. En hij is dus kwijt. Dus dat is niet zo best. Oh, zo, ik pak mijn sleutels, want het is tijd om te gaan koken. Ik weet eigenlijk niet precies wat de bedoeling is. Nick ook niet helemaal. Dit is trouwens echt een heel grappig shot. Hallo. Nee, Nick die weet ook niet precies wat de bedoeling is. Ik ook niet helemaal, maar volgens mij gaan we koken en... Een soort van kerstevent. We gaan het zien. Leuk. Zin in. Let's go. Ik heb vandaag weer mijn zakelijke jasje aan. Moet je eens even kijken. Ik heb het niet vaak aan, maar het staat eigenlijk best wel leuk. Helemaal nu in de winter zo. Zo jongens, daar staat hij. Nog eventjes genieten van dit kleurtje, want deze gaat er dus zondag af. En dan wordt hij gewoon weer standaard. Wat ben je aan het doen? Ja, blijf daar. Wat is die gek aan het doen? Gaat ook niet open ook? Wat ben je nou aan het doen? Ik moest even mijn broek aantrekken. Ik had een joggingbroek aan. Oh, zeg dat dan. Ik heb jou geprankt. Ah. Nee, ik film dus nu in 4K 24 frames per seconde. Auw. Hey, niets te doen. Ja? Leuk, hè? Het boeit me dus echt weinig. Denk je dat je volgens dat boeit? Nee, nou, ik vind het zelf leuk. Nou jongens, ik ben benieuwd wat het is. We gaan dus al koken met de chef en zo. En, die auto al laten ontwerpen. Zo, huh? Oeh. Zo, hier staat... Holy shit. Hey, dit is dik. Dit is ook een M15. Hey, Niek. Dit is dus volgens mij de diffuser die ik dus ook krijg. Holy shit, jongens. Deze is wel vet uitgevoerd. Kijk, dit is dus de diffuser die ik ook krijg, volgens mij. Maar hij heeft ook M-performance uitlaten onder. Echt een mooi ding. Verdomme. Het begint te regenen. Heb ik net allemaal mooi mijn haar gedaan? Gewoon even schuilen. Ja, we moeten nog een stukje daarheen. Ja, dit is een stuk beter, Niek. Dat heb jij goed gefixt. Ja, hè? Een paraplu. Kijk nou eens, kersttruck. Oh, wat een gezellig sfeertje. Ja, wat een sfeertje hangt hier met regen. Normaal. We gaan hier dus ook zelf koken en er is dus een chef bij. We gaan het zien. Kan je wel koken, Koen? Ik heb wel het gevoel dat ik nu in Masterchef zit. Ja, we zitten in Masterchef, jongens. Normaal doen. Gewoon goed snijden. Vincent, we gaan deze even circulair portioneren. Ja, en weet jij... Wat dat is? Of? Uiteraard, kijk, circulair wil natuurlijk zeggen, die cirkels. Cirkels. Circulair. Lijkt me logisch. Portioneren geeft aan dat we er dus verschillende porties van moeten maken. Oké, staat mooi stil. Het is dus de bedoeling dat we met de hele groep gaan koken. We hebben hier dus met z'n allen moeten gaan koken. Alleen, hij noemt dus allemaal gekke dingen en wij moeten dus maar gaan uitspoken wat het nou is. Maar dit wordt lastig. Ja, kijk, ik doe het altijd vanaf je handen afsnijden. Ik heb heel veel pleisters mee ook, dus no worries. Oh, dus dit is dus het circulaire waar je het over had. Ah, oké. Okay. Ja,
Pip, wat ben je aan het doen? Ben je nou... Kruiden aan het slaan. De volksmond ook wel kruiden zwaffelen. Ja, kruiden zwaffelen. Nou, dit gaat... Gelijk weer goor. Ja, ik weet het ook niet. Het moet gelijk. Maar dit gaat perfect, jongens. Ik heb geen idee wat we aan doen. Ik weet ook niet wat we moeten doen. Koen, hoe vind je dat het gaat? Ik vind dat het echt goed gaat. Ja. Kijk, je ziet dat die circulaire portionering nu tot een hoger level gaat. Ja, ja, vind ik ook. Ook zien we aan deze kant dat... De kruiden worden geswaffeld. Geslagen. Ja, sorry. Kijk, ik hou de tijd bij. Ja, nou, Koen, dit is jouw taak. 9 minuten en 6 seconden zijn we onderweg. Ik moet eigenlijk maar even zeggen. Hé, hey, Jamil, lekker bezig, man. Wat een lekker ventje, zeg. Kijk, hij staat zich gewoon echt uit te sloven. Ik ben gewoon even wat aan het doen. Vinnie, voor wie doe je dit? Voor mijn team. Ik doe het voor mijn team. Oké. Okay. Iedereen aan het koken, behalve... Koen houdt de tijd bij. Ik hou de tijd bij. Kijk. Heel belangrijk. We zijn 13 minuten onderweg, team. Kijk nou uit met je dengels. Koen. Even proeven. Ja. Houd maar stil, hè. Ja. Moet je kijken hoe leuk dit eruit ziet. Kom eens even binnen. Kom maar. Kom maar binnen. Hé, hey, dat is nog van die dozen team van vorig jaar. Ze hebben een hele keuken erin gebouwd. Nee, dit is wel echt gezellig. Ik wil ook zo'n truck. Hoe leuk is dit? Doet hij het ook? Zo, stel je hebt dit als tourbus. Nou! Dit wordt onze tourbus als jij doorbreekt. Holy shit. Dit is wel echt vet hoor. We hebben hier vorig jaar ook een keer een soort van brunch lunch in gehad. Maar het is helemaal... Het is groter dan mijn huis. Het is helemaal veranderd. Hé, maar die dozen zijn wel van die reclame van vorig jaar. Coca-Cola heeft dus nu een samenwerking met het Rode Kruis. En je kan dus hier een donatie doen. Dan kan je een taartje kopen. En dan support je zeg maar het Rode Kruis. Die dan zeg maar ontbijttassen aan kinderen geven die zonder ontbijt naar school gaan. En boodschappenbonnen en zo. Dus we gaan zo'n taartje kopen. Ik heb net geld gedoneerd. Alleen ik heb geen taartje genomen. Want we hebben echt net gegeten. Dus ik hoefde geen taartje. Maar ik vond het wel een heel mooi doel. Dus ja. Een keer iets aan het goede doel doneren is altijd goed. En heel nuttig. Nou jongens, wat een gezelligheid. Die lopen allemaal hier gekke kerstelfjes rond hier. Hey. Allemaal van die gekke kerstelfjes hier. Moet niet gekker worden. Dat is een grote kerstelf. Oh, wat is die lief, hè? Oh, lekker die koude vingers aan mijn oor. Oh, lekker. Oh, zo lekker die koude hand van jou. Oh. Wow. Jongens, het is koud. Rode Kruis heeft een heel fucking verhaal oplopen hangen met dat mensen armoede... Geen eten hebben en jij zeurt omdat je koud hebt. Dat heeft er niks mee te maken. Ik heb net gewoon geld gedoneerd. Ik heb mijn steentje bijgedragen voor kinderen die dus niet kunnen mag eten. Nu klagen dat een beetje dus ik koud. Mag nu zeggen dat ik het een beetje koud heb. Heb je überhaupt wel iets zinnigs gezegd vandaag in je vlog? Ja? Oh. Dat jij een loser bent. Ik kreeg net nog een compliment over mijn auto. Van, oh, wat heb jij een leuke kleur, wat heb je een gave kleur. Echt uniek, ik zie niemand met zo'n kleur. Ja jongens, ik twijfel. Zoals ik net zei, ik ga hem dus zondag, ga ik als het goed is, de rapper afhalen. Maar ja, soms zit ik te denken, is het ook niet een beetje zonde? Maar ik twijfel gewoon de hele tijd zo erg jongens. Ik ben er zo slecht in. De ene dag denk ik van ja, ik ga hem eraf halen. En de andere dag denk ik van nee, ik hou hem er gewoon lekker op. Zonde, hij is mooi zo. Maar ik ga hem er toch afhalen denk ik. Ja, dit bedoel ik. Ik switch echt om de seconde gewoon. Ik heb een hele leuke dag gehad vandaag. En het koken was ook echt grappig jongens. Ik heb zo gelachen ook met Nie. En Koen, want Koen die stond de hele tijd letterlijk niks te doen. Koen stond niks te doen. Rijmt ook nog eens. Maar goed, dames en heren, jongens, meisjes, ik zie jullie morgen. Want morgen ga ik vroeg richting Dordrecht. Zeg ik dat goed? Ja, Dordrecht. Volgens mij, nee, ik weet het niet. Nou goed. Ik ga mijn banden verwisselen. Ik ga dus, ik krijg mijn winterbanden weer. Want wij gaan in december 2. Oh, dat is december. Wow, ik ben echt aan het kloten. Maar wij gaan 22 december gaan we naar wintersport. En ik twijfel daarover om misschien zelf te gaan rijden. Dus normaal gesproken gaan we altijd met z'n vieren in de auto van mijn pa. Maar misschien dat ik gewoon zelf ga rijden. Het kost wel veel geld, ook voor tank en veel kilometers. Alleen lijkt me het gewoon leuk om het gewoon een keer te doen. En ja, dan ga ik gewoon met Ruud samen in die auto. Kunnen we ook net eventjes wat meer spullen meenemen. Want bij wintersport moet je dus en skikleding meenemen. En ook gewoon nog normale kleding. Omdat je daarna altijd uitgaat. Of je gaat après-skiën, zeg maar. Of ja, weet je... Dat dus. Maar goed, jongens, ik zie jullie morgen. Goedemorgen. Het is tijd voor een koffietje. Ik moet eigenlijk gelijk door, dus het koffietje gaat maar gewoon gezellig mee.
vandaag is echt een drukke dag, jongens. Ik ben nu onderweg naar Strijen om dus mijn winterbanden eronder te zetten. En dat heb ik dus gisteren al verteld waarom. En daarna ga ik naar de huisarts om mijn oren uit te laten spuiten. Zodat ik eindelijk die oortjes in kan laten spuiten. En dat heb ik dus vrijdag, zeg maar, worden die dingetjes erin gespoten. Dat het precies op mijn oor zit. Maar vandaag moet ik langs de huisarts en dan gaan ze het eruit halen, al die shit en zo. En daarna gaan we uit eten en dan gaan we in de avond naar Hans Steeuw, jongens. Naar een cabaretshow. En gelukkig zitten we niet vooraan, want je moet echt niet met een cabaretshow en al helemaal niet bij Hans Steeuwen, moet je niet vooraan zitten, want dan ben je echt gewoon de lul. Ik had jullie laatst verteld over dat mijn diffuser is binnengekomen en dat mijn frontsplitter is kwijtgeraakt bij de pakketbezorgdienst. Maar goed, ik heb ze dus eventjes opgebeld en ze waren heel nice. En ze zeiden van, we hebben het even nagevraagd in het magazijn, maar waarschijnlijk is hij kwijtgeraakt inderdaad bij de pakketbezorgdienst. Maar we gaan je gelijk een nieuw opsturen, want dat moet natuurlijk niet jouw probleem zijn dat hun het kwijt hebben geraakt. Dus als het goed is, komt mijn frontsplitter dus binnen. En dan heb ik zondag alles nodig om mijn auto echt volledig up te graden. Dus dan gaat mijn wrap eraf, komt er een nieuwe diffuser op en ik krijg dan de frontsplitter, jongens. En dan wordt hij weer zo dik. Dan is het gewoon weer een compleet nieuwe auto. Hoop ik. Daar zijn we, bij Reedijk. Je hebt hier zoveel gekke velgen, jongens. Echt lijp. Daar zijn ze weer, jongens. Mijn winterbandjes. En deze velgen eronder, jongens. Dat gaat altijd zo raar uitzien weer. Met zwart is hij natuurlijk echt het mooist. Maar ik vind dit, ja, het is ook wel mooi. Maar dit zijn de originele velgen. Maar onder de auto vind ik het altijd een beetje moi. Dit mag ook wel een keer gefixt worden. Want echt, oh, dit komt gewoon door de wasstraat, hè. Want kijk, elke keer precies dezelfde schade. Hier zien jullie het goed. Deze diffuser is dus kapot. En deze wordt dus helemaal vernieuwd ook. Oh jongens, het is ook zo dubbel. Hè? Als ik nu de kleur zie, dan denk ik van, ik moet het nog niet afhalen. Oh, ik zei het gisteren ook. Ik ben zo aan het twijfelen elke keer. Want ik ga het dus zondag ga ik het eraf halen, denk ik. Het kan ook zijn dat ik alleen de diffuser onder ga zetten en de frontsplitter. Oh, fuck. Ik twijfel zo erg. Het is echt niet normaal. Weet je wat het een beetje is? Deze kleur nu is gewoon speciaal. Er rijdt niemand met zo'n kleur. En dat is een beetje wat ik heel erg jammer vind als ik het eraf ga halen. Daar zitten ze weer. De winterbandjes. Dan kan ik veilig naar Oostenrijk. Zo, daar staat hij weer. Met zijn nieuwe velgies. Op een elektrisch oplaadpunt. Dus ik heb hem even lekker opgeladen. Kan ik weer vooruit. Zo jongens, mijn winterbanden zitten er weer onder. En ik heb net nog even lekker een koffietje gedaan met Lennart. Dat is de eigenaar van dit Reedijk, zeg maar. En die heeft echt sinds het begin, 2 jaar geleden, heeft hij voor mij, hebben we samen de velgen uitgezocht, goede bandjes. Dus als je ooit nog dikke velgen nodig hebt of goede banden, ga zeker eventjes kijken hier bij Reedijk, want zij hebben echt alles, maar echt alles. Maar goed, het is tijd om weer lekker naar huis te gaan. Oh, weet je wat wel het lekker is van winterbanden? Die zijn altijd wat dikker. Dus zeg maar, je rijdt nu gewoon veel comfortabeler, omdat die banden, ja, die zijn gewoon dikker. Waardoor het gewoon veel lekkerder, zachter rijdt. Zeg maar die andere velgen zijn een stuk groter en waardoor de banden dunner zijn. Dus dan voel je echt meer dat getril op de weg en je voelt gewoon meer de weg. En nu is het echt soort van, je cruist zeg maar lekker over de weg. Dus dat is wel lekker. Alleen vind ik het niet zo mooi, wat ik net ook al zei. Zwart ziet er toch altijd gewoon veel stoerder en dikker uit. Maar goed jongens, de veiligheid gaat bovenop en winterbanden zijn veilig. Dus het moet maar. Zo, nou ik had vanochtend nog mijn zonnebril op, maar het is nu echt aan het storten gewoon. Ik heb goed nieuws, nou ja, meer voor mezelf denk ik, weet niet of jullie het ook goed nieuws vinden, maar goed. Als het goed is, heeft Ruben net een pakket aangenomen en daar zit, denk ik, mijn frontsplitter in jongens. Dus dan is alles compleet en dan kunnen we hem zondag echt even dik gaan maken de auto jongens. Hoi. Hallo. Hallo. Van wie is dit? Hey. Van Amber? Dit is niet van Amber. Dit is van mijn moeder. Waar is mijn moeder? Weet niet. Zeg op! Ik weet niet. Zeg op! Weet niet. Heb jij net trouwens een frontsplitter voor mij aangenomen? Die is op jouw kamer, dat is mama. Op mijn kamer? ja. Wat doe je nou? Mama is helemaal niet. Van wie is dit dan? Ja, oké, maar ze is hier dus wel, maar waar is het nu naar de FOMA? Oh, nou, oké. Wow! Ik ben ook zo erg schrikken. Ja, omdat ik dan serieus is het. Jezus. Ik dacht dat we ook kunnen maken. Ja. Hè? Maar ik dacht ook al dat ik je hoorde. Hi. Maar ik geloof serieus dat ze boodschappen was doen. Ben je ons huis lekker aan het schoonmaken, man? Hey, hallo. Ik ben alleen mijn eigen theepop aan. Kan je ook gelijk even dweilen? Kan jij even iets minder grappig zijn, moet je volgens? Kijk, jongens. Ik heb het er net over gehad.
Wow, ik ben echt benieuwd naar deze. Dit is echt, zeg maar, die diffuser had ik al. Maar dit is echt wel iets diks wat... Hey! Kijk! Wat is dat? Ze hebben me van die Haribo beertjes ingedaan. Maar dat komt omdat ze waren eerst deze bestelling kwijtgeraakt. Dus ze hebben me gelijk een nieuwe opgestuurd. Daar is hij. Dit komt dus zeg maar, onderop. Dus dan heb je zo'n heel vet randje eronder. Nou jongens, dit is echt een grap gewoon volgens mij. Ik kom hier aan bij de huisarts en ik zeg ik kom mijn oren laten uitspuiten. En ze kijkt in mijn oren en ze zegt van ja, wij mogen eigenlijk alleen je oren uitspuiten als je er echt last van hebt. En als we echt van die grote proppen helemaal achterin je gehoorgang zien. Maar als wij je trommelvlies zien, dan mogen wij het eigenlijk niet uitspuiten. Want dan kan je je trommelvlies beschadigen. Omdat je dan zeg maar een gaatje erin maakt of dat het gewoon kapot gaat. En ze zegt ik zie jouw trommelvlies overduidelijk. Ik zie eigenlijk een klein beetje, zeg maar, je moet het zien als een tunneltje. Een beetje aan de zijkant zat een beetje oorsmeer. Dus ik weet niet wat die vrouw bij die gehoorkliniek heeft gezegd. Maar die zei van, oeh, jij moet echt naar de huisarts. Want je hele oor zit vol. En hier zeggen ze van, ik zie eigenlijk niks. Je kan prima oortjes in spuiten. Dus helemaal top weer, jongens. Anders had ik nu zeg maar, want vrijdag gaan we naar Huis van Oranje. En daar stond de muziek echt wel hard. En anders had ik nu al mijn oortjes gehad. Maar... He? Iedereen heeft een andere mening, maar dit was echt heerlijke tijdverspilling. Jongens, mijn auto is echt super smerig, dus het is tijd om hem te wassen. Woe, dat was hem jongens. Dit was serieus, niet te overdrijven, denk ik 2 maanden geleden dat ik mijn auto heb schoongemaakt. Maar hij is schoon. Miek, ik ben net bij de huisarts geweest om mijn oren te laten uitspuiten. Oh, ja. Weet je wat ze zeggen? Nee. Ik kom daar aan. Ze zeggen, oké, we gaan eerst even kijken naar of het überhaupt wel kan. Want wij mogen alleen uitspuiten als er echt een prop zit. Of als je last hebt. Maar als wij je trommelvliezen zien, dan mogen we het niet. Want het is heel schadelijk als je dan gaat spuiten. Oké. Dus, zij gaat in mijn oor kijken. Zegt ze, oh, nou, ik zie helemaal niks. Helemaal schoon. Ik zie je trommelvlies heel duidelijk. Ik denk, hoe kan dit nou? Dus waarschijnlijk heeft die vrouw bij Beter Horen heeft gewoon echt gewoon gekeken en gewoon gelijk gezegd van... Ja, nee, je moet naar de huisarts, terwijl het gewoon niet hoeft. What the fuck? Zij was al chagrijnig, ze had er geen zin in, want er waren natuurlijk met z'n tweeën, terwijl je eigenlijk ook... Zij was al echt gewoon aan het... Ik vond het niet leuk. Nee, ze was niet heel vriendelijk, nee. Maar ik dacht al, zij zat te kijken en ze zei gelijk huisarts. En ik kom bij de huisarts en ze zeggen dat ze niet kunnen spuiten omdat het te schoon is. Dat dan gevaarlijk wordt. Nou, we gaan daar niet meer terug. We gaan naar een ander, hoor. Ik ga niet nog een keer nadat ze daar naar een vis wijst. Ja, ik heb al een afspraak gemaakt. Nee, we gaan niet daar terug, Finn. Ik wil niet dat mensen in mijn oren in ieder geval gaan zitten die niet eens bekwaam is om... Om te kijken of er iets in zit of niet. Ja. Nou, waar zou je hem hebben? Buurman is ook thuis, hè? Ja, ik probeerde je weer te laten schrikken. Maar als jij zo doet, dan schrik ik toch niet? Ik sloeg hard op die deur. Ja. Maar goed, Niek die kwam aanlopen en toen was de buurman die zeg maar in ons oude appartement zit hiernaast, die stond ook in de gang. Dus ik heb me even voorgesteld, hele leuke mensen. En hier aan de overkant, precies tegenover deze deur, zitten dus nu ook mensen. Dus het is aardig vol aan het raken. Maar gelukkig zijn ze allemaal heel erg nice en ja, hele aardige mensen. Yeah, het is tijd om naar Hans te gaan. Hey. Hey, die moet dicht. Huh? Wil niet Hans nog aan? Hans. Niet normaal, ja. Niek die gaat niet mee naar Hans, alleen Niek die gaat wel gezellig mee uit eten. Want we gaan eerst sushi eten bij Izzy. Lief dat jij trakteert trouwens. Omdat hij goed gaat met expeditie. Ja. Trakteert ons, echt lief. Oh. Nou, dus misschien moet jij even je veten strikken, sukkel. Nee, dat kan niet, sukkel. Dat zie je toch? Nee. Trouwens, jij bent ziek, je mag hem niet naar buiten. Dat is niet waar. Dit corona. Ik heb ja, nu weet iedereen het. Je gaat gewoon naar buiten waar je corona hebt. Je wordt in quarantaine. Ik heb een coronatest gedaan, dat was negatief. Oh ja? Bewijs maar. Jij hebt geen test gedaan, ik weet niet hoe het op jou zit. Ja. Kijk naar je hoofd. Ik heb geen snot. En dit is Bas. Hoi. Maar ben je een klein beetje brak of... Nee, het gaat goed. Hoezo? Nou, trouwens niet alleen naar vrienden. Nou, hoezo? Ik hoop trouwens echt niet dat Hans een van ons aan gaat spreken. We zitten gelukkig op rij 11. Maar ik denk dat Ruben zich wel redt. Ja, Joris die komt ook. En die zijn net ook al in de groepsapp. Ik ben soort van een beetje zenuwachtig. Gewoon naar Hans. Huh? Hey, kijk dan, dat raam staat open. Dat raam open? Ja, dat raam staat open, kijk. Er is ook nog een Engelse auto. Met een heel raar... Huh? Oh ja, hey, gek. 3 op rij 1. Niek die wil ook misschien nog naar Hans duwen. Maar er is dus alleen nog maar plek op rij 1. Niek, alsjeblieft, ga op rij 1 zitten. Zal ik het doen? Ja.
goedkoop. Rij 1, maat. 7 december 2022, dat is vandaag, toch? Ja, ja. Oh. Ik zeg net nog, dat was echt een nachtmerrie om bij een cabaretvoorstelling op rij 1 te zitten, dan al helemaal bij Hans Steeuwen. Je spuugt gewoon in je gezicht. Dat je dat durft, Niek. Heel gedaan, ga nu doen. Wat een ticket gekocht. Oh, op rij 1. We hebben heerlijk gegeten en het is nu tijd om naar Hans te gaan. Maar ik mag natuurlijk niet veel meer binnen, want het zou een beetje gek zijn. Dus ik spreek jullie daarna en dan ga ik jullie vertellen hoe het was. Nou, we zitten weer in de auto. Mannen, hoe vonden we het? Ja, even gelachen. Leuk. Heel leuk. Gelachen. Wel gelachen. Niet gewat? Ja, oké. Okay. Nee jongens, het was hartstikke leuk. Het was wel echt, ik heb echt gegiecheld. Ik heb echt geginnikt met de mannen. Je hebt gelachen en gehoest. Nou, nu weer lekker naar huis. Hey, goedemorgen dames en heren, jongens en meisjes. Ik ben zelfs al vanochtend naar de sportschool geweest. Ik ben al langs de zaak bij mijn pa geweest om een lekker koffietje te doen. En ik ben nu thuis, het is momenteel 1 uur. En ik zou vandaag de studio ingaan met Jackman, een goede producer. En met Jarzinho, ook een goede artiest. Alleen Jackman die had een of ander buikvirus of zo. Wat ik dus vorige keer had, dat ik gewoon echt niet mijn bed uit kon komen en zo. Dus helaas vandaag geen studio, maar vanavond ga ik wel de studio in samen met Stefan en Nobu. Nobu kunnen jullie misschien kennen ook van TikTok, ook van zijn nummers die nu laatst allemaal is gaan droppen ook op Spotify. Maar Stefan die ging daar chillen en die zei, yo, ga je mee? Dus dat is wel heel erg leuk en voor de rest heb ik geen idee wat ik vandaag ga doen. Stefan belde mij net dat hij beneden staat, dus ik ga naar beneden. Oh, kijk eens wat leuk jongens, een kerstboom. Daar staat hij hoor, de dealer. Ik ga niet meer mee. Maar heel veel mensen. Dit podcast luisteren, man. Van Monika en Kai. Oké, hoi. Dank daar mistletoe aan de deur. Zullen we erbij gaan staan? En dan samen. Met een leuke grap. Ja, nee, ik hoorde iemand. Van laatst. Nee, best. Iemand die zei dat laatst. Oh, joh. Nee, echt 2 seconden geleden. En hij heet Stefan. Maar luister dan, want wat denken ze? Dat er dwergen daar gaan tongen of zo? Maar het is voor kleine kinderen. Ja. Nou jongens, we zijn in Den Haag en hier moet het ergens zijn. Ja jongens, ik ben weer terug thuis. En ik wil even zeggen, want ik zag laatst inderdaad een comment van iemand. En die had het al eerder gezegd. En ik zie het ook echt niet als haat of zo. Maar die zei van wat voor vlogger ben jij? Want wat je doet is letterlijk, ik ga dit doen, knip. En in het volgende shot heb ik alles al gedaan, maar niet gefilmd. En ben ik weer terug. Maar ik moet daar nog heel erg aan wennen om echt, zeg maar, echt te vloggen, zeg maar. Want sommige dingen denk ik nog van, is misschien net niet handig om te filmen. Want net was ik, ze waren zeg maar bij, in de studio met Steve en Nobu. Maar het was zeg maar, hij zat toch, dus zijn studio zeg maar, zit gewoon ook nog op zijn kamer. En ik voelde zeg maar niet de sfeer of ik voelde niet aan van, oké, ik pak nu mijn camera en ik ga filmen of zo. Dat was de sfeer niet. En omdat het wel, was heel gezellig, we waren lekker aan het kletsen met z'n allen. Maar niet van, ik pak nu mijn camera en ik ga filmen, snap je? Dus dat heb ik nog een beetje. En daarom die reactie zag ik laatst inderdaad van iemand die zegt van knip, je doet dit, knip, je doet dat, je laat het niet zien. En dat is ook precies de reden waarom ik uiteindelijk een uitdaging met mezelf wil aangaan om dus inderdaad in januari een maand te gaan vloggen. Want dan moet ik inderdaad ook gewoon meer gaan filmen. Want ik kan niet een dag vullen met leuke content als ik zeg maar niet dit soort dingen ga filmen. Maar dat is ook een beetje de makkelijkheid die ik dan bijvoorbeeld nu heb met een weekvlog. Dat ik denk van, oh nou ja, weet je, laat ik dit dan misschien maar niet maar filmen, weet je wel. Maar dat wilde ik even zeggen. Maar ik ben weer thuis. Ik moet eventjes wat stiller zijn, want Willem ligt al te slapen. Maar goed, dames en heren, dit was de video. En ik ben heel erg benieuwd naar wat jullie van de kwaliteit vinden. Of jullie zeg maar deze stijl van filmen nice vinden of juist niet. Ben ik heel erg benieuwd naar. En morgen weer een hele leuke dag, want ik ga naar Huis van Oranje en allemaal andere leuke dingen doen. Dus vergeet natuurlijk niet te abonneren en vond je dit nou een leuke video, laat even een blauw duimpje achter. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Later!